Het wordt een lekkere dag vandaag, een graad of 18. De zuidwestenwind is matig, maar kan aan de kust vrij krachtig zijn. Dag, dit is het TV Westnieuws van woensdag 24 april en mijn naam is Renate Sonneveld. De middelbare en mbo-scholen in Leiden worden vandaag opnieuw bewaakt door de politie. Ze houden sinds maandag de scholen extra in de gaten nadat een anonieme internetter waarschuwde voor een schietpartij. Hij wilde daarbij een leraar en zoveel mogelijk leerlingen doodschieten. Sinds gisteren zijn de scholen wel weer open, maar de politie is in de hoogste staat van paraatheid. Burgemeester Lenfrink zei voor onze camera dat de scholen bewaakt blijven zolang er nog geen dader is aangehouden. We hebben nu geconcludeerd dat het dreigingsbeeld nog vergelijkbaar is, dus dat we de maatregelen ook in stand houden voor morgen. Tenzij er natuurlijk vanavond of vannacht iets gebeurt wat er een ander beeld van schetst. Als dat niet het geval is, blijven de maatregelen van kracht. En dat betekent dat we morgen in de loop van de dag weer gaan bekijken hoe dat voor donderdag gaat. En nogmaals, totdat er een dader is gevonden en aangehouden. Ja, daar gaan we wel vanuit. En we gaan er ook vanuit dat dat in die end wel een keer gaat lukken. Bij het ROC Leiden staat verslaggever Martine Boerkamp. Martine, hoe is het daar nu? Nou, Renate, wat opvalt is dat er maar één politieagent hier voor het ROC in Leiden staat. Dat is opvallend, want gisteren stonden er meer. We hebben even met de politie gebeld en die zeggen dat er evenveel agenten zijn ingezet als gisteren. Maar toch zien wij er hier maar één. En dat verbaast ook de leerlingen die naar binnen gaan. Ik zag één politieagent, maar meer zag ik er niet. Dus dat vind ik wel matig. Geef je dat een onveilig gevoel? Ja, een beetje wel. Ja, toch wel. Ja, wat je hoorde, de verdachte was ook niet gepakt, dus geeft wel een onveilig gevoel. Ik ben niet echt zo van zorg over dat er nog een aanslag komt of zo. Ik. Alleen, dit is nu maar één en gisteren waren het een stuk of 20, dus... Ik heb totaal geen nut. Je kan er zo naar boven lopen en ik kan alles bij me hebben. Dus het maakt wel helemaal niks uit. Gisteren ook stonden er veel meer agenten, dat had ook geen nut. Ik heb mijn schoolpas bij me, maar ze vragen er eigenlijk niet eens naar. Dus ja, je kan zo doorlopen. En wat is het laatste nieuws? Minister Bussemaker die heeft een werkontbijt hier in Leiden met de scholen en met burgemeester Lenfrink. Dat was al gepland. Maar gezien alles wat er gebeurd is de afgelopen dagen hier in Leiden, wil ze natuurlijk bijgepraat worden over de situatie. Nou, waar dat gesprek plaatsvindt en wat er precies besproken wordt, dat is onduidelijk. Ja, Martine, hoe zit het met de leerlingen die thuis blijven? Ja, burgemeester Lenfrink die heeft al gezegd dat hij het begrijpt en er soepel mee omgaat. We hebben gisteren een verzuimcoördinator van een van de scholen gesproken. En die heeft in ieder geval wel de leerlingen die niet komen opdagen gebeld en geprobeerd over te halen toch naar school te komen. Ja, dat is in veel gevallen gelukt. Maar goed, burgemeester en leerplichtigen hebben aangegeven er soepel mee om te gaan. Martine, klopt het dat er deze week 7 personen zijn gehoord door de politie? Ja, dat klopt. Toen de bedreiging zondagavond bekend werd, is de scholen hier in Leiden gevraagd mogelijke verdachten te melden. Nou, daaruit zijn 7 personen gerold waarmee de politie een indringend gesprek heeft gehad. Maar goed, die gesprekken hebben eigenlijk tot niets geleid. Deze personen zijn niet verdacht. Dus ja, dat heeft verder niets opgeleverd. Gisteravond opnieuw problemen met Randstadrail in Den Haag-Leidseveen. Het ging om een wisselstoring bij het Pijlkruidveld. De storing heeft enkele uren geduurd. De lijnen 3 en 4 reden zeer onregelmatig. De afgelopen weken waren er ook al vaak problemen. En dat kwam toen door een wisselstoring bij station Vorenpark. De HTM weet niet of de storing van gisteren daarmee verband houdt. De asielzoekers uit de Haagse Sacramentskerk dienen morgenmiddag een verzoek in bij koningin Beatrix om in Nederland te mogen blijven. Het amnestieverzoek is opgesteld door de stichting Vluchtelingen van de Straat. Het gaat om 40 asielzoekers. Een deel houdt een protestmars van de Sportlaan naar Paleis Noordeinde. Het amnestieverzoek is ook bedoeld voor 120 asielzoekers in de Jozefkerk in Amsterdam. Parlementair verslaggever Frits Wester heeft samen met 4 anderen een cafeetje in Voorburg gekocht. Wester wil er zeker van zijn dat zijn stamcafé een gezellige plek zou blijven in Voorburg. Hoewel Frits Wester, net als stamgast Steven Evenblij, een aardig biertje kan tappen, zal die niet achter de bar gaan staan in café Het Torentje. Ik heb vroeger heel veel in de horeca gewerkt. In Oostenrijk, in Egmond aan de Zee, mijn vrouw er ook in leren kennen. En als het echt druk is, misschien dat ik dan af en toe even ga helpen. En glazen haal ik aan iedereen. Ja, ik denk dat het voor hem ook goed is, naast een relatief formele baan, om hier gewoon lekker informeel te ontspannen en met de mensen te communiceren. Wester besluit het café, samen met een paar anderen, te kopen omdat ze niet blij zijn met de potentiële nieuwe eigenaren.
Ze zijn bang hun vertrouwde kroegje kwijt te raken. Het is echt zo'n soort cheers hier. Mensen die hier komen, voordat ze gaan zitten, dan is een drankje al klaar. Dan wordt de hele wereld wordt doorgenomen. Zeg maar de grote problematiek, de grote problemen, tot en met hele kleine dingetjes, klein leed. En zo'n sociale plek moet hier, vind ik, blijven met vaste gasten. Hun eigen plekje, zoals wij hebben aan de bar. Alle laag van de bevolking komt hier. En dat maakt het ook heel erg leuk. Dus degene die in de bouw werkt, nou ja, tot Frits. Er zijn al wat politici langs geweest. Dus de mix is gewoon heel erg leuk. En de naam Torentje is natuurlijk een verwijzing naar het journalistieke werk van de nieuwe eigenaar. En dan het Stadsmuseum in Zoetermeer. Dat verzamelde de afgelopen weken oranje voorwerpen van Zoetermeerders. Van 29 april tot en met 12 mei doet een deel van het museum dienst als Oranje Museum. De afgelopen weken is er van alles afgegeven bij het Stadsmuseum. Een antieke kijkdoos, een hagelslagblikje, een minischilderij en een heleboel foto's. Maar zitten er ook unieke oranje memorabilia bij? Ja, uniek in de zin van dat het varieert van dingen die mensen zelf gemaakt hebben tot echt oude borden, oude herdenkingsstukken. Het pronkstuk is toch wel een 90 jaar oud bord. Het is een bord uit 1923, een prachtig bord bij het 25-jarige koningsjubileum van koningin Wilhelmina. Het is toch wel echt heel mooi om zo aan je muur te hangen. Vandaag is de laatste kans om oranje memorabilia bij het museum af te geven. En dan een blik in de kranten van vanochtend. Het gerechtshof in Den Haag wil dat er een rapport komt over het vermeende kindermisbruik op de Da Vinci-school in Zoetermeer. Dat meldt de Telegraaf. In 2011 deden 5 paar ouders aangifte van ontucht en mishandeling tegen een juf en de directeur van de school. Maar volgens het Openbaar Ministerie was er te weinig bewijs om deze mensen te vervolgen. Het Hof heeft nu bepaald dat een deskundige moet uitzoeken of de verklaringen over kindermisbruik ook daadwerkelijk betrouwbaar zijn. Nog meer Zoetermeers nieuws, want de gemeente trekt tonnen extra uit om de stad veiliger te maken. Dat valt te lezen in het AD. Zo komt er een stadsmarshal in de wijk Buitenweg en moeten werkloze jongeren worden opgeleid tot wijksteward. Tot zover het nieuws van woensdag 24 april. Meer nieuws kunt u terugvinden op onze website omroepwest.nl en natuurlijk op Radio West 89.3. Ik wens u een hele aangename dag. Dag.